Vakantiegangers die dit weekend zouden vliegen, ja, die houden hun hart vast. Ja, gaat die vlucht nou wel of niet vertrekken zaterdag of zondag? Dat is de vraag. Nu Schiphol aan verschillende airlines heeft gevraagd om dit weekend vluchten te schrappen. Schiphol wil zo voorkomen dat er weer een grote chaos ontstaat op de luchthaven, omdat ze de drukte niet aan kunnen, onder andere door personeelstekorten. Afgelopen weekend legden medewerkers natuurlijk het werk al neer en daardoor konden veel vluchten niet vertrekken. Komend weekend begint de meivakantie natuurlijk ook. Nou, KLM wil annuleringen overwegen, schrijft de Telegraaf. Maar anderen die vinden het te gek voor woorden. Corendon, TUI, Transavia en EasyJet die hebben al aangegeven dat ze niet piekeren over het schrappen van vluchten. Sterker nog, er hangt Schiphol een miljoenenclaim boven het hoofd van deze partijen, die belachelijk vinden dat vakantiegangers moeten bloeden, zodat overstappende internationale reizigers gefaciliteerd kunnen worden, zo zeggen zij. Afshin, logisch, die miljoenenclaim, dat ze zeggen we willen geld zien voor deze chaos? Ja, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Wie chaos veroorzaakt moet betalen. Ja. Om welke reden dan ook. En dan hopen dat de chaos ook oplost natuurlijk voor iedereen die deze vakantie nog weggaat.